Dit is een gevel met een zwarte aanslag en veel mensen willen dat graag van een gevel verwijderd hebben. De eerste vraag hierbij is van, nou, wat is die zwarte aanslag eigenlijk precies? En in dit geval gaat het om een vanadiumuitbloei. Vanadium is een metaalsoort dat vrij in de natuur voorkomt en wat eigenlijk in de klei zit waarvan deze steen is gemaakt. En onder invloed van vocht en regen gaat dat oxideren en krijg je na verloop van tijd die zwarte aanslag op je gevel. Je ziet het dan ook met name aan westgevels waar de regen het vaakst op staat of aan gevels zonder overstek die dus langer nat blijven en daar zie je die zwarte aanslag ontstaan. Nou, de tweede vraag is dan hoe krijg je dat van de gevel af? Het is een vrij hardnekkige aanslag, dus je krijgt dat niet van de gevel af door middel van stoomcleanen. We hebben hier een klein voorbeeldje waar we de gevel hebben gestoomcleaned, maar zoals je kunt zien is dat niet helemaal van de gevel af. De enige manier om dat er goed af te krijgen is door de gevel licht te stralen of te mineraalwassen. We poetsen als het ware dan die gevel op en daarmee komt die aanslag van de gevel af. En ja, geeft dat eigenlijk weer een eindresultaat wat als nieuw is. Nou, en dan is de laatste vraag, hoe zorg je dat het wegblijft? En daarom raden wij aan om na het reinigen de gevel te laten impregneren. Daarmee blijft die gevel na een regenbui langer droog en vindt dat oxidatieproces minder snel plaats. En heb je langer plezier van een schone gevel. Nou, wil je nou een advies voor jouw gevel of wil je een vrijblijvende offerte? Neem dan gerust contact met ons op.